Het is weer zover. Vandaag gaat Nos al mijn outfit shoppen. We zijn nu in de stad en Nos, die achter de camera staat, heeft vandaag de taak om voor mij 5 outfits te vinden waarvan ik denk dat ik ze wel nice ga vinden. Moet ik eerlijk zeggen, Nos heeft wel vaker dingen voor mij uitgekozen, dus ik denk niet dat het een probleem wordt. Maar we hebben allebei op dit moment nieuwe kleding nodig en we gaan binnenkort naar Japan. Dus we hebben ook wat dingen nodig voor in de lente / zomer, want het is daar een stuk warmer. Dus ik ben heel benieuwd wat ze voor me gaat halen. Op een of andere rare manier is dus al mijn ING-kaarten doen het dus niet hier. Dus Jerry moest net even afrekenen voor alle dingen die ik had gekocht. Dus die zat zo in de lucht te kijken, zeg maar. Zodat hij het niet zou zien. Maar goed, het is gelukt. En de andere dingen heb ik maar even gedaan met de creditcard. Maar goed, we gaan eventjes door naar de volgende winkel. Ik wil dus iets vinden wat Jerry niet vaak draagt qua kleur van activewear. Maar dit vind ik dan weer wel een beetje te. Dus ik ga even onderzoeken voor iets anders. Oké, ik wil dus iets anders uitproberen voor Jer. En zo'n skinny jeans, dit vindt hij vreselijk altijd. Maar deze is dus wel stretchy, dus ik ga deze meenemen. En dan nog een leuke top erbij. Oké. Goedemiddag, mevrouw. Hallo. Mensen, we zijn weer bij de tweede video beland van outfits kopen voor je vriend of vriendin. En ik heb de allereerste outfit voor jou. Ja, yeah, let's go. Het zijn allemaal dingen trouwens. Ik hoop dus dat je dit heel erg leuk vindt. Yes. Ik hoop dat je dit heel erg leuk vindt, omdat dit namelijk dingen zijn die je zeg maar niet zelf zou halen. Maar die wel zeg maar bij jouw lichaambouw passen, vind ik. En die heel stylish zijn, maar heel anders. Ik wil alvast zeggen dat Nos heeft een hele goede smaak, dus ik maak me helemaal niet druk. Dankjewel. Allereerste outfit, alsjeblieft. Mooi beige. Het zijn allemaal hele neutrale kleuren. Je ziet nu overal in de winkels, ook voor mannen, zeg maar echt van die nude colors. Een beetje aardtonen. Dus ja. Nou ja, ik denk dat dit echt heel erg leuk staat. Ik hoop alleen, fingers crossed, dat het past. Want dat is dus echt het allermoeilijkste voor Jer, om iets te vinden wat past. Dus ja, veel plezier. Ook echt met je sloffen. Ja. Jerry heeft sloffen meegenomen naar het hotel. Ik vind het zo schattig. Ik ben gewoon bezig. Oké, Nos, dit. Het lijkt alsof ik het ga passen. In ieder geval. Past die? Nee. Nee? Kut. Oké. Jeez Louise. Hij zit heel strak. Ik had dus dit uitgekozen, omdat ik vind dat dit ook, zeg maar, we gaan naar Japan. Ik vind dit echt een outfit die je aan kan in Japan. Omdat mensen daar heel erg, ja, hoe zeg je dat, een beetje ingetoond zich kleden. Maar niet met hele felle kleuren. En dit blendt een beetje daarmee, vind ik. Nee, dat is gemiddelde mens, want je hebt natuurlijk... De gemiddelde mens, ja. Je hebt natuurlijk alle... Ga je nou letterlijk je bril staan Wat? Kiel, het gaat om de outfit, wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk staan. I like it. Yeah. You got a butt in this. Shut up, het staat je echt goed. Ja? Yeah? Ja, het staat hem echt goed, toch? Wat doe je allemaal? Wat? Het is leuk, laat mij. Nou, blijkbaar moet ik het dus houden. Ja, inderdaad niet iets wat ik zelf zou houden, denk ik. Maar ik denk omdat het allemaal kleur is, ik zou dit nooit bij elkaar kunnen passen. I like it. De broek, zeg maar, ik hou wel van die broeken die wat netter zijn. Dat draag ik de laatste tijd wel wat meer, zeg maar. Maar ik hou ook wel van comfortabel. En dat is dus omdat mijn benen nooit ergens in passen. En dat is nu ook zo. Het is aan, maar ik kan niet zitten. Dat voel ik nu al, zeg maar. We kunnen een andere maat voor je halen straks. We zouden even kunnen kijken. Dit is heel los. En ja, in mijn hoofd, als je het nu vraagt, wat vind je ervan? Zeg ik, ja, strak. Ik kan mijn benen niet opzetten. Doe die sloffen. Skip die sloffen even. Even. Okay. Ja, laten we even voor je zien dat je schoenen aan hebt. Ja, zo. I like it. Draai eens even een rondje. De achterkant zit echt strak. Ja, dat zei ik al. Zeg maar, het is allemaal van de H&M trouwens. Ik vind het echt nog een wonder dat het je past. Ik vind het shirt echt leuk. Ja? Ja. Eww. Deze ga ik ook houden. Het is een L trouwens. Alleen, zeg maar, als je dit dus moet passen met een andere broek. Ja. Wat dan? Deze ga ik niet houden, tenzij ik een goede maat vind. Ja.
Ja, we kunnen een andere maand voor je halen als die past. Okay. Ja, I like it. Hoe maakt u het? Ja! De top ga ik dus houden. Ik vind het shirt echt leuk. Het zit ook lekker. Een beetje loose fit. Dat vind ik wel chill. En dat is gewoon in alle gelegenheden te dragen. Broek gaat dus terug. We gaan dus kijken of we een grotere maat kunnen vinden. Maar met hoe deze broeken zijn en dat het H&M is, denk ik niet dat het gaat lukken. Maar gaan we zien. Here we go. Outfit nummer 2. Oh. We hebben dus een nieuwe lijn. Puma X Pokémon. Ik dacht, ik moet dit halen. Ik bedoel, ik wist niet... Ik zal heel eerlijk zijn, ik wist niet zeker of je dit leuk zou vinden, want ik vond het wel een beetje... Ik heb een jaar in zo'n shirt gedragen. Ja. Zeg maar. Het is heel erg aanwezig. Ik wist niet of je dat leuk vond. Oh, I don't care. I represent what I like. Pokémon for life. True. Ik wist toch niet wat dit was. Hashtag 003. Hashtag 003. Dit zijn de Pokémon nummers. Oh, dat is ook... That's accurate. This is very accurate. Dit is Venusaur. Mm-hmm. Venusaur is 003. Het begint met Bulbasaur 001. Ja. En ik vond het leuk, zeg maar, om te kijken of jij een keer een andere kleur aan kon. Wat is ik het voor had kleur? Bijna echt een fel roze paars shirt voor je gehaald. I can do that. Ja, maar ik dacht van ja, dan ga je weer lopen zeuren met de kleur en zo. Ja, dit vind ik echt nice. Hadden ze niet hier een vest van? Nee. Dat mis ik dus, dat zou ik echt dragen. Mm-hmm. Ik vind de kleur echt nice. De kleur past goed bij mijn huiskleur. Exactly, dat zeg ik de hele tijd tegen jou, maar jij haalt geen paarse dingen. De broek. Comfy. Dus. Very doable. Mm-hmm. Very doable. Kijk. Ja, je kan zeggen dat hij te kort is, but I like it like this. Zeg maar, als ik gewoon lage sokken draag, ik draag dan ook gewoon low top shoes. Mm-hmm. En dan vind ik het helemaal niet te kort. Deze hele outfit ga ik dus houden. We gaan dus kijken voor een nieuwe, grotere broek. Even kijken of een XL dus beter zit. Deze outfit komt van Peek & Cloppenburg, dus mocht je hem ook willen, kan je hem daar even zoeken. Of gewoon van Puma. Of gewoon van Puma. In een Puma store. Wij gaan door naar nummer 3. De derde outfit voor Jer is iets van de Mango. Dat is iets wat hij niet per se zou dragen, maar ik denk dat het wel heel leuk zou staan. Ik hoop alleen weer dat die broek past, want dat is echt een drama. Het is 36, normaal past hij het, maar we zullen zien. Oh my goodness. Oké. Ik moet je wel zeggen, ik vind deze kleur heel leuk staan. Ja? Kan je nog bewegen of niet? Ik liep het liever niet, want het gaat scheuren. Jezus, Nos, je kiest wel echt een winteroutfit. Nou, Jesus. Oh my god, hé. Niet dicht doen als het niet gaat. Oh my god, oké. Jer, don't rip it, hè. Hij moet nog terug. Het zit echt veel te strak, Jezus. Jouw cijfer gaat echt drastisch omlaag nu. Hé, hey, kom op. Oh, Jesus. Ja, het zit veel te strak. Here we go. Ik begin gewoon bovenaan de trui. I like. Dit is niet iets wat ik vanaf nu tot aan november zou dragen. Nee, maar dit is echt zo'n ding. Nu zou je gewoon naar buiten kunnen met alleen dit. Je hoeft niet eens een jas. Ja, weet je wat het is met Nederland? Hebben jullie dat nooit? Zeg maar, dan denk je, je gaat zo naar buiten. Is het freezing? 10 minuten later heb je geen jas nodig. En dan is het weer freezing en heb je geen jas nodig. Crazy. True. Deze broek is een no-go. Maar? Nee. Nee, helemaal niet? Nope. Maar als we hem in een grotere maat doen, hij staat er zo. Like it. Vind je? Ja. Vinden jullie dat ook? Ja. Ik vind die kleur jeans, heb jij nooit aan? Ik heb dit nooit aan, inderdaad. Vind je dit niet mooi? Je hebt echt zo'n klein kontje. Ja, hij zit veel te strak. Veel te strak. Nou, nee, ik weet niet. Dit soort jeans, dit vind jij mooi. Ja? Waarom dan? Ja, weet ik niet. Ik vind het gewoon die kleurcombinatie vind ik leuk staan en het staat je gewoon. Ik vind het top nice. Dat wel. Ja? Ik probeer mijn hand wel in mijn zak te doen. Ja, just don't do it. Blijf gewoon staan en ik vind het top nice. Alleen, ja, ik weet niet. Deze broeken. Waar komt dit vandaan? Mango. Maar Mango is ook echt super fashion en kleine maten en zo, ja. Ja, ja, het beetje wat Nos ook al zei. Ik heb dus ook echt problemen met non-stretchy jeans. Mm. En als jullie een plek weten waar je echt stretchy jeans kan vinden, mijn go-to is... G-Star Raw, daar heb ik wel een paar voor broeken mannen van. Is het wel echt lastig. Ja, en ik heb een paar broeken van de Bershka. Maar ja, het is een ding, maar ik train ook zoveel, dus eigenlijk kan ik niet heel veel zeggen. Ja, Nos, dit is 5,5. Nou, echt? 5,5, ja. Maar omdat het niet past of omdat nee, het niet Nee, ik vind de broek ook niet leuk. Is het niet mijn soort broek, mijn soort kleur? En zeg maar, de ook al zou ik het passen, de paspoort. Wat is er?
Oh, dus jij mag al mijn creaties afkraken. Oh, en als ik heb ze als... afgekraakt. Dat is nee, niet waar. Nee, dit is, wat is dit, huisvader? Ik ben nu wel buurtvader. Noos, helemaal niet. Niet? Huh? Maar eerlijk, je wist wel wat ik bedoel. Nee, helemaal niet. Ja, weet je waarom ik kom door jou lopen? Je hebt het altijd... Ik heb wel een alternatief, want ik had namelijk... Ik had eigenlijk 5,5 outfits. Dus eigenlijk te veel. Oh, je doet extra. Ja, dus doe ik je shirt dat uit. Ik dacht dat het jouw shirt was. Nee. Het is misschien niet jouw stijl. Ik dacht echt dat het jouw shirt was. Nee. Maar het is helemaal in nu. Dus take it off. Het is chic. Oké. Okay. Doe je shirt uit. Dus dit is iets wat jij never nooit van je leven zou halen. Ik weet ook niet of het leuk staat. Het lijkt echt op je oma's kleedje. Maar ik moest dit proberen gewoon. Oma's kleedje. Ja. Ik vind het echt leukste. Ja, ik weet, jij vindt het helemaal niks. Maar I don't mind it actually. Echt? Nee, ik heb er geen probleem mee. En het heeft allemaal gaatjes, dus je hebt ik vind het eerlijk gezegd wel leuk. Ik vind het wel leuk. Maar met die jeans past het niet, zeg maar. Dat ik vind niet. De jeans niet leuk. Maar je kan hier eigenlijk, zeg maar, de paspoppen in de winkel, die hadden hier nog een bruin vest over aan. Maar ik dacht, dat is weer bruin te warm. Vest. Dus die had ik niet gehaald voor je. I like it. Ja? Ja, ik vind het wel nieuw. Even kijken, zo bij elkaar staan. Bij elkaar? Ja. Vind je het leuk? Of, ja, ja. Dat had ik echt niet verwacht. Nee. Nee. Wat denk je dat ik dit ga verzinnen? Ik ga dit ook gewoon houden. Ja? Ja. Vind je het? Oh my god! Het shirt krijgt een 9. En dat is omdat ik hem dus niet verwacht. Ik dacht dat het jouw shirt was. Ik vind hem echt leuk. Nee, ik vind het leuk passen. Dus het lijkt inderdaad zo'n ding wat je over de tafel in legt. Waar je, ik vind het heel leuk staan. Ja, toch? Ja. Alleen de broek, ja. Ja, die, nee, oké. Okay. Ja. Volgende outfit. Nos, wat doet hij nu? Volgende outfit is van Zara. En dit had ik bedoeld voor Japan. Alsjeblieft. De hele fit? Ja, de hele fit. Ik vind het echt Japanese kind of thing. Oké, here we go. Tadaa! Dat was even spannend. Ja. Dat was even spannend. Als jullie konden zien hoe ik hem aan heb getrokken. True. Die broek moet je 2 maten groter hebben, denk ik. Misschien 1, 2 maten. Maar Zara is echt tricky, hè? Oh, hij was trash. Ja, oh my god, Jer. You did not just do that. Ik vind hem heel leuk staan. En dit is een maat. Wat was dit? Deze broek is XL, hè? Wat? Nooit. XL! Is dit een XL? Fuck sakes. Zara is Spaans, hè? Ja, maar sowieso, ik heb bij Sarah soms een L en ik heel af en toe pas ik zelfs een XL. Dat is belachelijk. Dat is crazy. Waarom pak je dan van mij geen XXXL? Hebben ja, I don't know. Hebben ze die? Want dan weet je genoeg. Als ze hem hebben, weet je genoeg. Ja, ja, ja. Wat vind je ervan? Ah, buurtvader. Oh, shut up. Niet waar. Dat is niet waar. Dit is echt super leuk voor... Kijk maar even lopen. Even testen. Ja, oké, okay, een beetje. Hey Henk! Hey! Hoe is het met de kids? Ja. Is dit niet leuk? Je zei Japan, hè? Ja, het is warm, maar je ziet er wel, het is airy, maar het is stylish, het heeft zakken. Ja, ik moet zeggen, weet je wat het is? Mm. Als ik zo kijk, de maten moeten even anders. Mm-hmm. Want dit ziet eruit als een best wel groot shirt. Ja, maar dat vind ik dus weer raar. Zeg maar, kijk hier, ik heb echt veel ruimte. Ja. Wat voor maat is dit? Dus ja, ik heb een XL genomen. Ja, dat is op zich prima, maar als het dan ook een XL is, dan vind ik dit dus te strak voor zo'n heel groot shirt. Want dit is... Ja. Ik vind het shirt niet erg hoor, ik vind het prima. Dus zeg het shirt maar. Moet naar een L en een broek. Ja, dat twijfel ik dus altijd, want kijk, het hele punt met mij is dus dat op een gegeven moment als ik een L ga dragen, dan gaat het hier echt strak zitten. En dan lijk je zo'n show af. Ik lijk altijd een show af. Het is echt kut leven. Jij hebt echt issues. Ik heb Jerry zoveel issues. Jerry vindt zichzelf een show af als hij in dingen loopt die strak om zijn chest zitten. Oké, cijfer. Even kijken. Nou, I like the fit. I like the fit. Ik denk dat ik hier echt mijn sloffen voor nodig heb. Dat zou ik wel chill vinden. Even een krantje pakken. Hey, Fritzie! You suck. Geef me een cijfer. Nee, I like it. Als wij een grotere broek kunnen vinden, al vind ik, hij ziet er niet raar uit ofzo hoor. Nee, maar zeg maar. Hij zit gewoon echt te strak, denk ik. Ik kreeg hem ook bijna niet aan. Ik had hem hier gezegd tegen me, dat gaat niet werken. Toen heb ik mijn benen dus zo gedaan. Zo. En toen paste het wel. Nee, ik geef dit een...
7,5. Jezus, weet je wat? Ik stop wel gewoon. Mijn, wat is daar mis mee? Wat is hier mis mee? Willen jullie mij niet gewoon een hoger cijfer geven? Ik was aan het twijfelen tussen een 7,5 en een 8. Ik vind het wel leuk. Het is alleen, ja, ik moet het toch baseren op hoe ik het nu aan heb. Dat deed jij ook. Ik vind het shirt leuk. Weet je wat ik leuk vind? Dat dit allemaal dingen zijn die ik dus echt niet zelf zou halen, zeg maar. Gewoon omdat ik dan niet zou weten hoe ik dat moet doen. Ja. En een 7,5 is niet slecht, hè? Oké, 7,5. Zara, fix je maten een keer. Zara, fix je maten. Wat vinden jullie? Copper drop houden? Of... Copper drop, deze guy. Word je echt... Weet je wat jij moet doen? Jij moet een gekke fitness fashion influencer kanaal starten of zo. Copper drop. Jij mij dan? Volgende outfit. Jezus, jongen. Dit is layers. Layers, leren. Jij zei dat je daar niet zo goed in bent, toch? En dat je het leuk vond voor vrouwen. Hier gaan we. Ja. I'll be right back. Ik dacht, ik doe het gewoon hier zo. Ik heb de broek aan. Hij past. Hij past. Maar dit is dan weer H&M L. Hij past wel makkelijk. Dit is een L, hè? Ja. Hoe past je dit dan weer wel? Ja, ik weet niet, het is hier gewoon breder, zeg maar. Is dit cool? Ja, yeah, I love the color on you, zeg maar. Het is niet fitted. Ik moet wel zeggen, misschien is het shirt te wijd voor de broek. Ja? Yeah? En andersom. Wat is dit voor kleur? Het is off-white, alleen dan met een beetje groen er doorheen gemixt. Ja, dat wil ik ook zeggen. Oh, I kinda like it. Dit is nieuw. Dit is nieuw. Ik vind het heel leuk staan eigenlijk. Ik moest even van een afstandje kijken, maar... Maar ik, I'm not sure about the pants, man. Die broek maakt het stom. Ik draag dit echt nooit. Nee, maar de bovenkant vind ik dus echt heel erg bij jou passen. Alleen die broek is not it. Guys, wat vinden jullie? Ik weet het niet. Zeg maar, ik heb dit nog nooit gedragen. De broek vind je wat? De broek past qua kleur en fit, zeg maar, niet bij de bovenkant. Zie ik nu. Dit? Ja. Heb je dit zelf bij elkaar gezocht ook? Ja. Ja, hij is te baggy. Ik weet niet. Dat zou beter staan, letterlijk. Ja? Ja. Ik vind dit. Even zo, even kijken zo. Even zijn haar goed doen hoor. Ik vind de kleurcombinatie, ik zie dat het bij elkaar past. Ja, die broek. Ik vind het er niet bij passen. De stijl, broek. In de winkel leek het. Aan de andere kant wel. Ja, het past dus wel. Misschien omdat ik geen schoenen aan heb. Dat maakt het ook, zeg maar, een volledige outfit. Ja, ik denk dus, als je misschien één maat kleiner hebt, dan zou die misschien wel kunnen. Want hij is gewoon nu te breed, zeg maar, hier ook. Het staat je wel, dat is weer het aparte. Ja, het. Nou, Nos, moet ik jou een cijfertje geven, hè? Ja. Ik had echt verwacht dat het beter zou staan en bij elkaar zou passen. 7,5. En dat komt, ik denk dat ik het een veel hoger cijfer geef als ik die broek echt nice vind. Want dit, zeg maar, vind ik echt nice. Ik vind dit echt bij elkaar passen. Ik vind dat ik dit eigenlijk moet houden. Hou ik de bovenste twee. 7,5. Alright, om af te sluiten dus. Deze hou ik. Deze ga ik gewoon stylen met wat anders. Misschien een zwarte broek. En misschien halen we deze broek dus in een kleinere maat. Even kijken of het past. Of misschien een andere lichtblauwe broek. Ik ben in ieder geval blij dat ik gewoon een aantal items heb die ik gehouden. Ik heb daar alles op een stapeltje gelegd. De shirts, de colorful shirts en dat soort dingen. Vind ik dus echt nice geworden. Thank you. Volgens mij heb jij het gewoon beter gedaan in die vorige video dan ik, hè? Ja, maar ja, ik bedoel, dat is toch geen surprise of zo. Oh my god, Jer! En ik vind dit echt leuk. Ja. Zien jullie volgende week. Doeg!